Ik moest die platen openmaken. Ja. En dan heb ze de beet. Nou, je zit hier strak doorheen. Ja. Maar ik wil alleen maar nu voor wie kent die open? Die moet daar speciaal tankje voor hebben. En dat tankje dat heb ik niet. Ik heb alleen maar gewoon inbusmeters. Wat zal het zijn? Ik heb hem al naar Bekkers van elektro's aangebracht. En die hebben het al met opengemaakt. Dat van Bruin speciaal. Misschien dat jij niet hebt zo'n geval. Ja, maar nee, geen specifieke reisje. Ja, dat is heel ver. Maar ja, ja, kijk, het punt is dat ze sowieso reden voor specifieke onderdelen. Als je het wel opstellen, dan is het echt wat voor en dat het eigenlijk en dat we dan nieuws vanwege de verkrijgbaarheid zo componentjes dat het moeilijk is. Ja, dan kunt u het wel zeggen. Mocht het dadelijk mogelijk zijn, dan ook de stofzuiger van het landhuis, die doet het niet. Eén stofzuiger, kan je dat? Die, ja, ja, niet die oude, maar die wat nieuwere. Die is echt bijna nieuw. Ja. De oudste, die had het na 6 jaar uit. Hij inderdaad van de hoofd is gegaan met een MV en ja. Ja. Nee, dan werkt het niet. Dan met 12 ja, 12 vond is een noodhakketje. Die leveren ook voor die meteen. Oh, leuk, ik ben overtuigd. Ik heb het niet gedaan. Maar ik ben nog benieuwd naar hoe je dat nou voor elkaar krijgt. Om dat in het doosje te proppen. Ja, het zou op twee manieren kunnen. Of maak je een ander doosje? We zagen er een stukje uit. Wat moet u doen? We zagen gewoon twee pennen eruit. Die breken het eruit. Ook net heeft, hè? Nee, kan niet schuin erin. Mensen schuin zou die wel. Daarvoor zeggen we even een simpel manier. Vang die met een viertje. Met een vierdraad uit. Dan kan die net wel langs. Dan kan ik een tijripje eromheen doen. Ja, dat was het verband. Een bankje bovenkant. Dat is veel makkelijker. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus nee, daar gaan we weer. Of ja, als je moet je mazzel goed. Ik heb geen spijtjes. Over die schuifdingetjes. Voor deze zetten zo hoor. Ja, dat vind ik echt licht.